Aanstaande vrijdag is het zover Koningsdag. Dit jaar komen Koning Willem-Alexander en zijn familie naar de stad. In aanloop naar deze feestelijke dag is Elsa nijhof arling nog druk bezig met haar sjaal voor de koning. Ik brei een sjaal voor de koning in de kleuren van de stad Groningen. Dus uh, de sjaal wordt groen-wit, groen-wit. En uh, nou, ik ben er bijna. <laughs> Naast de koning krijgt ook Koningin Maxima een sjaal aangeboden. We zijn daarvoor gevraagd en uh, er wordt ook een kantsjaal gebreid voor Koningin Maxima. Die ziet er ook echt heel prachtig uit, ook in het groen. En uh, we zijn een uh, armdeken aan het breien en die wordt opgehangen aan een gebouw. En dat is van hele dikke wol. En die, die komt langs de route te hangen? Die komt langs de route te hangen, ja. Het is een hele dikke bol. En je zet die steken, die liggen nu op een bezemsteel. Maar die zet je op je arm. En dan til je als het ware die lussen steeds over. En dan uh, krijg je zo'n hele dikke, gebreide deken. Ook in de kleuren groen-wit. De hoop is dat deze breiwerken zorgen voor extra binding tussen de koning en de stad. Ik geloof dat het de bedoeling was dat er uh, een groep studenten. Uh, uh, tevoorschijn komt met een groen-witte sjaal. En dat uh, de koning een uh, groen-witte sjaal krijgt, zodat hij zich verbonden kan voelen met die studenten, met, met Groningen. De sjaal heeft naast een koninklijk tintje ook nog een verborgen boodschap. Ik heb 51 steken opgezet, want hij, de koning wordt 51 jaar. En dat doe ik dan met een uh, gerecyclede merino-wol. Dus uh, spullen die overblijven in de textielindustrie, die worden opnieuw uh, gebruikt. Het wordt verzameld op kleur, in stukjes gehakt en gesponnen. En dan heb je weer een draad en kun je weer iets nieuws maken. Dus dat is eigenlijk ook wel een beetje een stiekem boodschap <laughs> naar de koning of naar, naar het geheel. Zo van ja, weet je, er zijn zoveel spullen over in de wereld. Dus. Uh, Misschien is het goed om te kijken naar grondstoffen die we al gedolven hebben. De koninklijke familie begint aanstaande vrijdag om 11 uur aan de tocht door de stad.